Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. In het hart van het thema security. Ik praat hierover met een van de leiders op dit gebied, Mimecast. En ik heb het genoegen om Sander Hofman bij mij live in de studio te hebben. En Sander, bij jou zeg ik wel welkom terug en goed je te zien. Ja, dankjewel. Kan jij kort uitleggen wat jij doet bij deze prachtige organisatie Mimecast? Ja, Mimecast is een organisatie die zich bezighoudt met security op het gebied van e-mail en collaboratie. En binnen het Europese team verzorg ik alle pre-sales activiteiten samen met mijn team. Belangrijk voor dit interview is om met name in te gaan op wat Mimecast doet. Voordat we daar naartoe gaan, met name over de trends en ontwikkelingen die jij ziet op dit moment in de markt rondom security. Kan je daar kort bij stilstaan? Ja, absoluut. We zien eigenlijk weer trends die terug van weg geweest zijn. Phishing, advanced phishing is een tijdje weg geweest. En we zien het weer in grote mate terugkomen. Wat betekent dat ook ransomware weer meer terugkomt dan dat het ooit geweest is. En dat laten we ook zien in ons rapport. Onze ransomware State of the Union verhaal. Waarin we gewoon uitleggen wat dat betekent voor de maatschappij. Ja. Zie je daarin ook, Sander, dat met name e-mailbeveiliging en alles daaromheen een belangrijk onderdeel is geweest ook in het onderzoek? Ja, absoluut. Absoluut. En dat ook wordt aangetoond dat organisaties eigenlijk nog steeds te weinig besteden en te weinig kennis hebben op het gebied van e-mail security. Ja. Een van de dingen waar jij zelf ook veel over praat, Sander, is het eigenlijk het security model van de toekomst en de gelaagdheid erin. Kan je ons kort uitleggen wat je daarmee bedoelt? Jazeker. Als je gaat kijken naar het verleden, toen we alles nog on-premise hadden, waren we al gelaagd bezig. We hadden nooit dezelfde leveranciers voor alle lagen die we hadden. Met de gang naar de cloud denken we dat we bij één leverancier alles kwijt kunnen. En op zich is dat geen slechte strategie. Op het moment dat je in een doelgroep zit die eigenlijk niet behoort tot de attack vectors van deze markt. Maar behoor je tot de wat grotere bedrijven, tot de interessante bedrijven. En dan moet je echt gaan nadenken over hoe ga ik mijn risico's spreiden. En moet je echt gaan bepalen wat gebruik ik voor mijn e-mail security. Wat gebruik ik voor mijn collaboratieplatform. Wat gebruik ik voor mijn desktops qua beveiliging. Ja. Welke rol neemt Mimecast daarin als het gaat om dat soort adviezen, Sander? Wij richten ons echt op de e-mail security en we gaan ons langzaam richten op collaboration security. Omdat die twee steeds vaker in elkaar gaan schuiven. Dan krijg je eigenlijk, praat je over communicatie security. Want dat je nou e-mail hebt, WhatsApp, Slack, Teams. Het heeft allemaal te maken met communicatie. En dat is met name de grootste factor voor de aanvallende partij. Is dat communicatie is een heel gevoelig media en een heel makkelijk media om mensen erin te luizen, om ergens op te klikken of ergens op te antwoorden. Ja. Dutch IT Channel wordt ook bekeken door heel veel IT-beslissers, waar Mimecast ook relevant voor is. Ja. Wat zou je tegen die IT-beslisser zeggen, Sander, om met name na te denken over Mimecast rondom security? Kijk goed naar waar je security risico's vandaan komen. En wij merken dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de desktop. Want daar zien ze een hele grote bedreiging. En dat klopt ook wel. Die desktop gaat overal mee naartoe. Daar gebeurt van alles op. Mensen gaan op het web. Maar het blijkt nog steeds uit alle onderzoeken dat 90% van de breaches beginnen bij e-mail. Ja. En dat heb je vaak niet door. Omdat het misschien maanden van tevoren gebeurd is. Maar het resultaat is ransomware of dataloss of wat andere aspecten. Maar het begint al bij een hele simpele e-mail waar mensen getriggerd worden om te antwoorden. En dan ontketen je eigenlijk een heel scala van affecten, zeg maar. Betekent het ook, Sander, dat eindgebruikers meer zouden doen aan bewustwording rondom security op dat vlak? Ja, zeker. Ja. Zeker. Je moet ook niet gaan overdrijven, laten we dat vooropstellen. Want je hebt bedrijven die daar enorm veel tijd aan besteden. Maar je moet mensen op de juiste manier zien te trekken. Je moet ze meenemen in een verhaal waarin ze zich herkennen. En als je dat voor elkaar krijgt en mensen herkennen zich in een bewustwordingstraining, dan gaan ze daar langzamerhand hun gedrag op aanpassen. Maar dat duurt echt wel een behoorlijke tijd. Ja. Mimecast werkt ook met partners en resellers, Sander. In hoeverre is het van belang dat ook jullie partnerkanaal zich blijft ontwikkelen? Ik denk dat het heel belangrijk is. En wat ik de afgelopen jaren heb gezien is dat partners, resellers, MSP's heel vaak kiezen voor hetgeen wat de markt vraagt. Google, Microsoft. En gelukkig komen er nu partners die durf hebben om andere keuzes te maken. Anders te zijn dan anderen. Om maar te zorgen dat zij de beste security kunnen weerleggen voor hun eindklanten.
Waarom ben jij van mening, Sander, dat IT-resellers en partners Mimecast zouden moeten overwegen om mee te partneren? Omdat we goed zijn voor onze partners, dat vooral. Ik denk dat we een bedrijf zijn waar we goed samenwerken met onze partners. We zijn echt channel-driven en zullen ook niet zomaar direct gaan naar een partij. Onze partners zijn ons heilig. Daarnaast hebben we gewoon een product waar ze zich mee kunnen onderscheiden in de markt. En waarbij ze ook gegarandeerd tegen hun klanten kunnen zeggen van ja, als we dit leveren, ben je ook gewoon veilig op het gebied van je e-mail en je collaboration security. Ja. Mimecast maakt ook een ongebreidelde groei door. Betekent dat ook dat jullie openstaan voor nieuwe partners, Sander? Absoluut, absoluut. We blijven wel zeggen, we zijn geen partij die met iedereen gaat samenwerken. We hebben echt wel een selecte groep partners om ons heen en die willen we uitbreiden. Maar dat betekent wel dat het van twee kanten een hele hechte samenwerking moet zijn. Waarbij je ook gezamenlijk de toekomst in kan om de klanten die we samen bedienen te gaan voorzien van goede security. Sander, fijn dat je hier was vandaag. Ik hoop je snel weer keer te zien om te praten over Mimecast en de ontwikkeling van het prachtige bedrijf. Lijkt me mooi, dankjewel. Tot snel. Sander Hofman van Mimecast, hier in de studio live. Dank voor het kijken en het luisteren.